deze nog even hier neerleggen. Als die nou valt, heb ik echt een probleem. Had je telefoon? Ja. Het was echt. Ik lijk echt een soort van klein kind. Ik wilde niet dat dat zou gebeuren. Oh, nu is mijn andere hand ook weer nat. Wow, het vliegt! Wow, leuk! Kijk! Morgen is het weer zover, de categorieën van dit jaar. Fiet! Hallo kijkers van het Goede Leven, ik ben Jeroen en jij ziet mij vandaag voor het eerst volgens mij in bad. Ik krijg over het algemeen best wel een heleboel funzige en heftige vragen die ik normaal niet zou beantwoorden. Maar vandaag ben ik naakt in bad gegaan en heb ik jullie gevraagd om al die vragen in één keer naar me op te sturen. En ik ga proberen om er zoveel mogelijk te beantwoorden. We beginnen gelijk goed. Heb je ooit gevoelens gehad voor Marije? Nou, daar kan ik heel makkelijk over zijn. Ik denk dat ik oprecht al sinds mijn... zesde weet dat ik op jongens val. Hey, homo! En ik denk dat ik daar altijd zodanig zeker over ben geweest dat ik nog nooit in mijn leven gevoelens heb gehad voor Marije. En, maar iedereen zei ook altijd van, maar hebben jullie dan een relatie? En daar gingen mensen altijd, ja, maar een jongen en een meisje kunnen ook gewoon bevriend zijn. Maar ja, dat is toch echt even een andere situatie met een heel erg heteroseksueel meisje en een heel erg niet heteroseksuele jongen. Dus ik, ik heb nog nooit gevoelens gehad voor Marije. Wat is het raarste dat je ooit hebt gegeten? Is dat dan het raarste wat ik ooit in mijn mond heb gehad? Want daar kan ik dan een paar dingen over opnoemen, maar... gegeten, dat valt best wel mee eigenlijk. Wie? Op de Bahama's hebben we rare shit moeten eten toen voor een challenge. Oh ja, wat is het raarste dat we daar hebben gegeten? Ooit ben ik samen met Quinn naar de Bahama's geweest. En toen we moesten gaan raden naar wat voor eiland, wat voor land we zouden gaan. Dus er lag een rauwe varkens- of rattenstaart lag onder een plaat, netjes op een bordje geserveerd. Maar heb ik er uiteindelijk geen hapje van genomen, dat ik oprecht bang was dat ik ervan ging kotsen. Het zag er zo vies uit. Het leek letterlijk op gewoon een ledemaat van een mens gewoon of zo. Het leek een beetje op een vingertje. Het leek op een vinger! Met wie was je eerste zoen? En was je eerste zoen zoals je verwacht? Of was je eerste zoen verschrikkelijk? Nou, mijn eerste zoen was met een jongen. Nou, nee. Nee, dat is niet helemaal waar. Ja, ik heb wel met wat chickies gezoend, maar niet echt. Wat in mijn hoofd eigenlijk mijn eerste echte zoen is, waar ik echt niet... wat voor mij voelt als mijn eerste echte zoen, waar ik echt iets bij voelde, dat was met een jongen genaamd Finny Flemmix. Ik ga eerst even aan hem vragen of ik dit mag gebruiken, maar als dat mag, dan weten jullie nu allemaal wie het is. Was dat hoe ik het had verwacht? Maar ik had sowieso niet verwacht dat wij ooit zouden zoenen. Dat was denk ik wel op dat moment de beste verrassing die ik had kunnen krijgen. Wordt een jongen gepijkt? Oh my lord! Nou, ik heb los van de rest van mijn hele leven een jaar lang, ja, wel een jaar lang, een vriend. Maar we wachten ermee tot het huwelijk, dus dat is niet iets wat wij doen. Bitch, you lying, bitch! Raarste ervaring met zoenen. Wel één keer gehad dat een jongen echt zijn tong gebruikte. Dat ik echt dacht, ik heb wel eens bij een kinderboerderij gestaan. Toen schrok ik heel erg van hoe lang de tong van die koe was. Het was vergelijkbaar met dat, met die ervaring. Toen we klaar waren, zei ik letterlijk ook, je gebruikt wel veel tong, hè? En zei hij, ja, vind ik wel lekker. Toen zei ik, zus, probeer zonder. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt, zoiets. Oh, Jezus, je moeder doodschieten of jezelf? Nou, die is niet goed. Oh, lastig. Dat is heel erg eigenlijk, ik daarover moet twijfelen. Ja, maar weet je wat dat is? Ik denk oprecht, als ik voor die keuze zou komen te staan en ik zou direct zeggen van, dan schiet ik mezelf neer, dat mijn moeder dat echt het allerergste zou vinden wat ik kan doen. Ja. Ik denk dat zij het zo erg zou vinden als ik mezelf dan neer zou moeten schieten in plaats van haar. Ja. Maar ik denk dat bijna elke moeder dat zou hebben. Ja, ik denk dat mijn moeder van verdriet alsnog zou sterven. Precies. I don't know. Ik zou het even met haar overleggen. Wat als je als straf een lichaamsdeel moest afkappen? Welk zou je dan kiezen? Jezus, dat is wel heftig. Als ik dan toch iets moet afkappen, dan is het gewoon mijn linkervoet of zo. Wat zeg jij? Wat dan? Je oor. Je tepels. En wat zie je er raar uit? Want met één voet niet.
Nee, nog steeds mijn voet. Vind jou gewoon raar. Heb je snel een vooroordeel over mensen? In principe vind ik echt alles prima en leuk en tof en geweldig en grappig. Zolang je daar niet iemand anders daadwerkelijk negatief mee beïnvloedt. Dus pijn doet, kwetst of wat dan ook. Dus nee, ik denk niet dat ik heel erg vooroordelend ben. Op welke leeftijd ben je ontmaagd? Dan zou ik zeggen, ja, toen ik 17 was. Heb je een keer een stijve piemel gehad op het verkeerde moment? Ik denk, als ik dat zou hebben gehad, dan zou ik het me nu herinneren. Maar dat heb ik denk ik dus oprecht nog nooit gehad. Dat ik bijvoorbeeld in de klas zat en dat ik dan in één keer een stijve kreeg. En dat ik dan niet meer kon opstaan of dat ik er last van kreeg. Of dat ik het moest verbergen of zo. Heb je ooit een naaktfoto gestuurd of gekregen? Ten eerste, ik heb nog nooit een naaktfoto gestuurd. Zou je ook nooit moeten doen. Daardoor krijg je van die verhalen dat er naaktfoto's helemaal rond een school gaan. Omdat iemand dan het zo leuk vond om een naaktfoto door te sturen in een groepsapp of whatever. Tenzij jij het risico aan wilt gaan dat het wordt gelekt. En dat dat je niet uit zou maken. Kijk, als je een fucking goed lichaam hebt en dat boeit je allemaal niet. En dan maakt het niet uit. Of je gezicht er dan wel of niet op staat, maakt het niet uit. Maar als jij het oprecht, als je erover na gaat denken en jij zou oprecht denken, ik zou het heel erg vinden als mijn naaktfoto zou lekken. Dan moet je er geen sturen. Hoofd of niet. Heb ik er wel eens eentje gekregen? Ik denk dat ik er ondertussen misschien wel 300 heb gekregen. Heb ik er iets mee gedaan? Nee. Slaap je naakt? Over het algemeen wel. Zo'n avond als vanavond, waarbij ik naast mijn grootvriendin Quinty slaap, slaap ik meestal wel met een onderbroek aan. Het is anders toch een beetje gekkig. Ben je wel eens zo high of stoned geworden dat je spijt ervan had? Ik denk de allereerste keer dat ik ooit gebloot heb, toen was het zo heftig. Dat ik echt dacht dat ik ging flauwvallen en Nokkie ging en bijna moest kotsen en ik werd helemaal misselijk. En toen dacht ik echt, fuck, dit ga ik nooit en ook, maar dan ook nooit meer doen. Iemand zegt, heb je seks gehad met je vriend? Nee, zoals ik net al heb gezegd, wij wachten tot het huwelijk. Oh, ik zou dat niet kunnen hoor. Weet je, als het met je geloof te maken heeft of wat dan ook, of als jij dat oprecht voelt, ja, dan heb ik daar sowieso respect voor. Vroeger gingen mensen trouwen toen ze 21 waren. En dan begrijp ik dat je kunt wachten, mogelijk, totdat je getrouwd bent. Ik ga echt niet trouwen als ik 21 ben, ben je gek? Denk je dat je ooit op een meisje verliefd zou kunnen worden? Ik denk wel dat ik vast een keer een vrouw tegen zou komen die ik aantrekkelijk kan vinden. Maar ik denk gewoon niet dat ik er op een romantische manier verliefd mee zou kunnen worden. Als in dat ik zou kunnen denken van, oh, met jou zou ik de rest van mijn leven willen doorbrengen. Nee, denk het niet. Welk moment in je leven was een kantelpunt voor je? Als er een moment was wat ik voor mezelf als een soort van keerpunt, kantelmoment, of hoe je dat ook zou willen noemen, kan zien, was dat denk ik de afgelopen 2 maanden, 3 maanden, het moment dat ik weer helemaal had besloten dat ik volledig voor mezelf zou gaan. Geen rekening meer wilde houden met mensen die niet goed met mij om kunnen gaan. En ik denk dat dat van afgelopen jaar mijn grootste kantelpunt was. En misschien wel een beetje mijn coming out ook. Ook wel echt het moment dat ik dacht van oké, ben er klaar mee. Ik heb geen zin meer om dat onderwerp te ontwijken. Ik wil er gewoon niets heel moois van maken. En ik wil gewoon een boodschap overbrengen dat het niet boeit. Ik wilde niet huilen in die video. Het is niet iets heel zwaar beladigd voor mij geweest en wat dan ook. Dus voor mij was het ook een beetje zo van, ik heb een fucking leuke vriend. Ik heb goede vrienden om me heen. Ik heb het naar mijn zin, dus waarom zou ik dit niet met jullie ook kunnen delen? In de coming out had je geen vriendje, toch? Als in, vooral in de video. Toen ik de video aan het filmen was? Ja, je had al met Jan. Ja. Maar dat heb je niet gezegd. Dat ik in de... Nou, Marije zegt in die video, oh, dat is waarom die jongen hier altijd thuis komt. Dus toen was het al wel een beetje, had het al duidelijk mogen zijn. Nou, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten om mij in bad te zien zitten. En te hebben horen praten over volgens mij best wel een aantal dingen waar ik nog niet eerder over heb gepraat. Ik hoop dat je mij weer wat beter hebt leren kennen. Als je deze video leuk vond, zou je me heel blij maken door een duimpje omhoog te doen. En ik wil eigenlijk heel graag in de reacties van jullie allemaal weten hoe jullie eerste zoen, als je hem al hebt gehad, hoe die was. Was het met iemand waar je mee wilde hebben? Was die zoals je het had verwacht? Viel het tegen? Viel het mee? Ik wil het graag horen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel snel weer. Oh, nu kan ik bellen blazen zo.